Thomas en Laura. Jullie wonen hier nu net een paar weken. Vertel eens, hoe vinden jullie het hier? We zijn heel blij hier. Een heel fijn huis en vinden hout heel leuk. Ik vind het erg leuk tot nu toe. Ja, ik ben eigenlijk ook heel positief. Ik vind het, we komen allebei uit Utrecht. En het is hier gewoon wel veel rustiger. Maar dat vind ik eigenlijk wel fijn. Hoe kwamen jullie op het idee om naar houten te gaan? Het is natuurlijk zo, het is sociale huur, dus via woningnet. En je hebt uiteindelijk niet heel veel keus, zeg maar. We zagen dit pand en dat vonden we sowieso heel leuk uitzien. Omgebouwd bedrijfspand. En we wilden ook allebei wel graag weg uit Utrecht. Ja. We hebben daar allebei op kamers gewoond een aantal jaar. En ja, dat vonden we gewoon niet meer zo leuk. We vonden het te druk. En Houten ligt ook wel een beetje precies tussen onze ouders in. Ja, dat was dus inderdaad ook wel... qua afstanden naar onze familie was Houten ook gewoon ideaal. Ja. En wel nog dicht bij Utrecht, maar wel gewoon een stuk rustiger. Hoe woonden jullie hiervoor? Ik woonde hiervoor een tijdje bij mijn ouders. Daarvoor heb ik in een studentenhuis gewoond. En daarvoor in een sloopwoning in Utrecht. Ja, ja en ik ook in verschillende studentenhuizen. En het half jaar voordat we hier zijn komen wonen, heb ik ook nog weer even bij mijn ouders gewoond. Dat was even handig. even geld sparen. Ik was afgestudeerd en ik had nog geen werk. Dus weer even terug naar mijn ouders. En vanuit daaruit zijn wij hier samen gaan wonen. Laatste jaar van mijn bachelor. En hierna wil ik nog een master gaan doen. Ik doe twee studiepaden. Aan de ene kant sociale psychologie, maar ook klinische en gezondheidspsychologie. En ik zit nog te twijfelen tussen die twee richtingen, zeg maar, om uiteindelijk voor een master te kiezen. Ja. En daarnaast werk ik bij een zorgverzekeraar, wat hier echt 200 meter verderop zit. Dus dat is ook echt ideaal. Ik werkte daar toevallig al voordat we hier gingen wonen. Dus dat was ook wel een extra pluspunt, zeg maar, aan deze locatie, dat het super dichtbij zit. Daar werk ik ongeveer 16 tot 24 uur per week via een studentenuitzendbureau. Dus dan kan ik dat heel goed combineren met mijn studie. En ik ben daar de hele dag met mensen aan het bellen eigenlijk. Vragen beantwoorden, problemen oplossen, dat soort dingen. Dat bevalt heel goed eigenlijk. Ja. En ik werk in Utrecht op een voorschool. Dat is een educatieprogramma voor peuters die een taalachterstand hebben. Dus er zijn ook veel vluchtelingkinderen of kinderen die vanwege een andere reden een taalachterstand hebben. Dus het is eigenlijk peuterspeelzaal, maar dan komen ze net iets vaker, zodat ze net iets meer aandacht krijgen om hun taal goed te ontwikkelen. En daarvoor heb ik pedagogiek gestudeerd in Utrecht. En daar ben ik vorig schooljaar van afgestudeerd. En nu dus aan het werk als pedagogisch medewerker. Nog geen vaste aanstelling, dus het is allemaal nog een beetje aanklooien. Een beetje bij elkaar sprokkelen van uren en zo. Maar ik vind het wel heel leuk. Dus ik hoop dat er in de toekomst iets meer zekerheid in komt. Ik heb niet echt het gevoel dat ik op een bedrijventerrein woon. Omdat je toch dicht bij de woonwijk zit en ook heel dicht bij het centrum. En er is zoveel bedrijvigheid hier voor de deur. Er fietsen van allerlei mensen langs en auto's. Dus het voelt niet als een... Het is best wel levendig. Ja, en ook buiten de bedrijfsuren om, zeg maar, is het
Ik weet het, ik vind het niet echt voelen alsof we op een bedrijventerrein wonen. We hebben hier tegenover twee Syrische vluchtelingen wonen. En daar zijn we één keer bij op bezoek geweest en ze zijn één keer hier geweest. Dus daar hebben we kennis mee gemaakt. Dat was dat is heel gezellig eigenlijk. Hele aardige mensen, echt fijne buren. En wat is jullie wens over 5 jaar? Jullie droom? Ik hoop wel dat we tegen die tijd een huis hebben gekocht in Houten of misschien weer ergens anders. Maar dat is denk ik wel waar we een beetje naartoe willen uiteindelijk. Ja. Hoe lang hebben jullie op de wachtlijst moeten staan voor deze woning? Ik stond 10 jaar ingeschreven en Thomas is toen bij mij erbij gekomen. Ja. Maar je stond dus wel echt al een hele tijd op de wachtlijst. Ja, echt wel. Ja, 10 jaar. Ja.